Restauratoren Nanon Journé uit Deventer en Aafje Bouwhuis uit Arnhem herstellen sinds enkele weken op 10 meter hoogte met engelen geduld de plafondschilderingen die Jacob Idema tussen 1935 en 1941 schilderde in de Sint-Odulfuskerk in Bakhuizen. De schilderingen zijn in de loop der jaren vervuild door het branden van kaarsen en wierook en aangetast door vocht, mede als gevolg van het blussen van de brand aan het dak van de kerk in 1975. Wij zijn dus begonnen met het reinigen van de schilderingen. En vervolgens moet er natuurlijk ook nog het een en ander worden gerepareerd en bijgeschilderd. En dat zijn we nu aan het doen. Op dit moment ben ik de schilderingen die beschadigd zijn aan het inpunten. Het zijn vrij donkere schilderingen, heel ernstig geschilderd. Dat is ook wel leuk hier. Dit gewelf is nog voor oorlogs. Hier heeft iedereen frons en veel dramatiek. Hier zie je overal lijnen lopen. Die zijn er echt ingebeten. Maar wat je niet doet is dat je alles overgaat. Want dat is dus ook wel eerder gebeurd, dat je dan een heel vlak even zo overwast. Maar ja, dan verlies je de hele nuance. Loszittend pleisterwerk moet op een speciale manier worden vastgezet. Wij gebruiken daarvoor een injectiemortel op kalkbasis. En proberen die eigenlijk zo diep mogelijk in de scheur te krijgen, zodat het helemaal weer vast komt te zitten. De herstelkosten van 80.000 euro worden opgebracht door Gastraland Sleert en de parochie in Bakhuizen.